Een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen met DVS TV. Met ook een nieuwe trainer. En deze trainer wil zich heel graag even voorstellen. Ik weet in ieder geval hoe die heet van zijn voornaam. Die wil ik graag even noemen. Roeland. En de rest komt vanzelf. Ten Berge, dat is de achternaam, ja. Ja. Basiel Camara, stel je eens voor. Ik ben Basiel Camara, 22 jaar en woonachtig in Apeldoorn. Hey, krijg je ook nog wat terug van die gekke jongens van DVS die verleden jaar zomaar het kampioenschap in de hoofdklasse C in de wacht sleepten? Ja, ik krijg zeker veel mee. Bijvoorbeeld Hoek. Met hem kan ik veel praten over kleding, uitgaan, et cetera. En daar kan ik gewoon lekker mijn draai in vinden. Ja, dat is fijn. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ik ben Laurens, 22 jaar en uit Doornspijk. Ja, uit Doornspijk. Uit Doornspijk, ja. En ik kom van DSV 61. Een dorpsclubje. Ja. Uit de derde klas. Je bent, je komt van PEC Zwolle. Was het voor jou een enorme teleurstelling dat je, want je gaat naar PEC Zwolle om toch dat hoogste te halen. Was het voor jou een grote teleurstelling dat je dat net niet haalde? Nou ja, je gaat er naartoe om, je hebt wel betere plannen. En ja, ik heb dus in totaal 8 jaar gevoetbald, denk ik. En in het begin, ja, dan is het allemaal gewoon leuk en aardig, is met vrienden. Maar op een gegeven moment dan merk je wel dat je steeds dichterbij komt. En dat je ook met het eerste mag gaan meetrainen en voetballen. En dan, ja, dan hoop je toch op meer. En als dat dan op het laatste moment niet lukt, dat is dan ja, wel jammer. Dat is wel in het begin een teleurstelling. Maar goed, ik heb daar ook wel een jaar gehad om dat te verwerken. Dus ik denk dat ik nu inmiddels daar wel overheen ben. Nou, stel eens een open vraag. Ja. Wat heeft jou in de armen van DVS gedreven? Ja, het geld, denk ik. Op welke plek gaat DVS eindigen? Ja. Hebben die bewaard voor mij? Of, nee, bewaard voor jou. Oké. Even kijken. Ja, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Net als de trainer. Ik denk dat het veiligst is. En daar kies ik ook voor. Ik denk de 8e plek. Blijven we lekker in de topklasse. Hoeven we niet tegen jong dingen huppel de pup op maandagavond en zo. Weet je wel? We gaan het zien. Kai Velda, ik heb jouw voetbalgeschiedenis gevolgd. Dat kun je tegenwoordig heel mooi doen. Jong PSV. Je hebt zelfs een helft in het eerste van PSV gespeeld. Ik ben er niet in gekomen in de eerste competitiewedstrijd dat ik op de bank mocht zitten. Dus dat heb je verkeerd bekeken. Ja? Ja. Oh, dat staat er dan helemaal niet goed in. Maar je hebt wel bij jong PSV gezeten. Ja. Die hele jeugd bij PSV. Ik heb daar 4 seizoenen gespeeld, ja. En daarvoor dan bij Vitesse gespeeld. En nog 2 jaar bij FC Zwolle. Dus wel een mooie jeugd gehad. Dames en heren, DVS TV-kijkers. Het ultieme moment. Het moment waarop DVS als eerste hier het veld op komt. Samen met Excelsior Maassluis. Ik wil ook zeggen, als eerste natuurlijk die wedstrijd in de topklasse. Ja, dat geeft toch wel een extra stukje ambiance. Extra stukje spanning natuurlijk bij uw verslaggever. En Excelsior Maassluis gaat bouwen. Koert. Paarstam op Van den Berg. Gelijk enorm goed storend werk van Yassin Koert. Wat gaat er gebeuren? DVS gaat scoren. Yassin Koert legt hem af op Mike Arends. De verdediging van Excelsior Maassluis let helemaal niet op. En op het middenveld pakt Yassin Koert zeer goed die bal op. En brengt DVS hier op een volkomen onverwachte maar heerlijke 1-0 voorsprong in deze wedstrijd. Mike Arends met wat ruimte. Goeie bal op Ali Akla. Is geen buitenspel, kan alleen doorgaan op de keeper. En hij gaat er langs heen en ja, een doelpunt gemaakt door Ali Akla. Keurig de keeper gepasseerd. Op aangeven van Mike Arends, geen buitenspel. En DVS komt in de 19e minuut op een 2-0, op een 0-2 voorsprong hier in Maassluis. Doelpuntenmaker Ali Akla. Scheidsrechter fluit, daar komt de penalty. En oh, die keeper die pakt hem. Bal in richting van Kai Velda. Kan verdedigd worden door de verdediger van... Oh, een pittige botsing hier aan de... Door die nummer 15.
Bruma. Gaat er fel in. Krijgt ook terecht een gele kaart in mijn ogen. In de ogen van de scheidsrechter ook. Ali wordt daar terecht even door de captain van DVS. Hey, wat gebeurt daar? Daar wordt gewoon een stoot uitgedeeld door die nummer 15, Bruma. En nu ontspoort het hier helemaal. Ongelooflijk. Er wordt geslagen en geschopt. Dit is niet echt heel erg... Hier gebeurt heel veel. Scheidsrechter, grijp in. Want dit is absoluut niet wat in de topklasse, thuis hoort, dames en heren. Wat hier allemaal gebeurt, dit hoort hier absoluut niet in thuis. Er wordt gewoon geslagen. Ik weet niet wat de scheidsrechter op dit moment gaat doen. Kans op de 2-3. Corner snel genomen op Roald de Vries. Kan hij die voorzet gaan geven? Achterin. Wie is daar achterin? Daar is Edmund Meijner. Kan de bal teruggeven. En daar is fantastisch. Daar Ali Akla. Die kopt hem daar keurig in. Op voorgeven van Edmund Meijner. Een prachtige goal. DVS gewoon weer op voorsprong. Dames en heren. 2-3. Naast mij de trainer van DVS, Roland ten Berge. Jullie kennen hem langzaam maar zeker wel. En ik wil aan Roland vragen. De wedstrijd van verleden week, hoe is die verteerd bij de spelers en bij de trainer en bij de staf? Nou, moeizaam. Vooral de zondag. Dat was nog wel een zware zondag voor mij, vond ik. Toen ik de beelden allemaal terugzag. En dat heb ik ook een beetje gemerkt van spelers en van mensen vanuit de club. Ja, dat we toen wel het gevoel hadden van dat we echt daar te weinig hebben uitgehaald of te weinig hebben gekregen. Hoe kun je het noemen? Hè? Want uiteindelijk maak je ook gewoon een zuiver doelpunt volgens mij met 0-3 en wordt die van de lijn gehaald met de hand. Dus ja, zijn we toch wel in heel veel dingen benadeeld en hebben we toch allemaal wel het gevoel dat we daar gewoon 3 punten hadden moeten halen. Kaivelda, goede bal op Roald de Vries. Er ligt wat ruimte hier en dan kan Ali Akla, geen buitenspel, kan oog in oog komen met de keeper. En wat gaat hij doen? En hij schiet hem erin! Fantastisch mensen! Ali Akla zet DVS op een 1-0 voorsprong. Leeuwen kan oppakken. De nummer 8. Jeffrey Vlug. Verdedigd door Kaivelda. Inmiddels balbezet voor Ali Akla. Weer een fantastische beweging. Ziet daar Marissa van den Kamp. En die krijgt daar de bal terug. Die Ali Akla kan de 16 meter ingaan. Gaat hij daar de keeper voorbij. En hij kan de 2-0 maken mensen. Fantastisch wat hier gebeurt. Ali Akla op aangeven van Christian van den Kamp. Geen buitenspel. DVS op een fantastische 2-0 voorsprong. Op de opponent Rijnsburgse Boys. Basiel Camara goed verdedigend werk daar. En Kaivelda kan oppakken. Er is nu ruimte bij Okan. En die geeft de bal hier aan Jordi Grovenstein. En die staat geen buitenspel. Die kan één. Hij kan om het oog van de komende keeper. En hij schiet hem erin. Mensen, we komen op een fantastische 3-0 voorsprong. Jordi Grovenstein, ingevallen in deze wedstrijd. Dit is niet te geloven, mensen. DVS 33 komt op een 3-0 voorsprong. Ik sta hier naast twee spelers, Edmund Meijner en Ali Akla, die van betekenis zijn geweest vanmiddag. Maar eigenlijk was de hele ploeg natuurlijk van een ongelofelijke betekenis, Edmund. Ja, absoluut. De juiste woorden wat je gebruikt, want ik denk dat iedereen gewoon een dikke pluim verdient. En de taken goed uitgevoerd zijn. En zodoende dat we gewoon Rijnburgse Boys overheersen. Ja. De tactiek heeft geholpen, hè? Terwijl Heiko Epe verleden week echt een fantastische wedstrijd speelde op, als rechtervleugelverdediger. Toch gekozen voor Basiel erbij. En jullie hebben de Rijnsburgse voorwaarts eigenlijk geen schijn van kans gegeven. Nee, dus de mensen van de technische staf hebben goed werk afgeleverd. Werk goed gedaan. En jullie hadden ook nog het geluk dat de ene Ali Akla vanmiddag toevallig er ook wel weer behoorlijk wat zin in had. Dat had hij verleden week ook met 2 doelpunten. Maar vanmiddag, wat je vanmiddag allemaal presteerde, grenst aan het ongelofelijke, Ali. Ja, ik heb natuurlijk elke wedstrijd zin in, maar nu speel je thuis tegen Rijnsburgse Boys. Je weet, ze hebben vorige week 3-0 Spakenburg klop gegeven. Dan raak je ook gemotiveerd en dan wil je nog graag er winnen. Weet je. En ook als je kijkt naar vorige week dat we het onrecht tegelijk hebben gespeeld. Ook, dan weet je gewoon nu volle bak tegenaan en dan voor die 3 punten gaan. Kun je in zo'n training ook merken aan de inzet en de beleving dat het dan zo'n afgelopen week heerlijk is geweest na die pot tegen Rijnsburgse Boys?
Ja, het helpt allemaal mee. Hè. Het geeft vertrouwen. Hè. Dus punten geven vertrouwen. En we hebben ook gewoon goed gespeeld. Uitvoering was goed. Dus dat geeft allemaal vertrouwen. En dat nemen spelers mee op de training. Dus dat is alleen maar lekker. Maar goed, het is veel moeilijker vaak als je verliest, hè, om er dan goed mee om te gaan. Dus dit gaat vaak wel vanzelf en dat is fijn. EVS weer in balbezit. Mooie beweging, Mike Ares. Ali Akla, nu heeft hij ruimte. Dat moet je hem niet te veel geven. Zoek zijn tegenstander op. Wat gaat hij doen? Kies toch voor een voorzet, maar die komt niet aan. Kai Velda, Kai Velda! Oh, wat een begin! Wat een prachtig doelpunt! Schitterend! In de linkerbouw voor Kai Velda. Oh, wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Prachtig. Even het paasje terug. En Kai Velda bedenkt zich geen moment. Neemt die bal vol op de plof. En voor je het weet, na ongeveer 4 minuten en 30 seconden spelen, neemt DVS 33 een 1-0 voorsprong. Hij zat er lekker in. Ja, zeker. Het is mijn eerste doelpunt voor DVS. En... ja, hij zat er goed in. Alleen ja, het is jammer dat je toch niet die overwinning binnenhaalt. Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen dat door de blessure van de eerste doelman Daan Huiskamp jij toch de eerste man werd onder de lat. En we zijn nu 3 wedstrijden verder. Bevalt het je een beetje onder die lat op topklasse niveau? Ja, dat is leuk. Natuurlijk weinig ervaring, maar om zo erin te stappen, dat is, brengt wel spanning met zich mee. Maar, ja, tot nu toe gaat het goed. Dus. Een stukje gezonde spanning. En ik heb je niet hier voor niks voor de microfoon, want je stond er wel. Ja, klopt. Ik voel me ook goed als ik er sta. Dus, Goedemiddag kijkers. Namens DVS TV heet ik u van harte welkom bij de wedstrijd Spakenburg DVS 33 Ermelo. Ali die komt er overheen. Oh, een foute terugspeelbal. Camara let niet op. En wat gaat Paul Epping daar doen? En daar valt de 1-0 door een foute terugspeelbal. Basil Camara gaat er ook niet helemaal vrij uit. Maar de bal daarvoor was natuurlijk niet goed van de Meijerakker. Goed verdedigd daardoor Yassin Koert. Mogelijkheden misschien nu. Dat is een goede bal op Mike Arends. Maar daar kan Ali Akla ook nog bij. Ali Akla. Mogelijkheid voor DVS nu. Komt de bal daar bij Mike Arends. En die heeft daar ruimte. Wat gaat hij doen? Dan gaat hij proberen zijn man voorbij te komen. Gevaar nu weer een beetje weg. Maar kan hij de bal nog voorzetten? En daar is de 1-1. Prachtig. Kai Velda mag de 1-1 maken tegen Spakenburg. Op aangeven van Mike Arends. Okay. Je hebt te maken met één heel teleurgestelde speler. Die echt werkelijk een voorbeeld was voor iedereen. Hoe je terugkomt met een enorme inzet, et cetera. Ik heb het over Ronald Hoek. En daar is nu weer wat mee aan de hand. Ja, dat klopt. Dat is wel heel triest. Dus zeker ook voor het team, voor hemzelf ook. Ja, laten we hopen dat het meevalt. Hè. Dus echt onderzoek zal het moeten uitwijzen. Maar als je het hebt over een voorbeeld ook van het revalideren en de wil om goed terug te keren. En dan jammer dat hij nog geen minuten heeft kunnen maken, ook nog in de topklasse. Want ook hij is volgens mij heeft een groot aandeel gehad in de ploeg van vorig jaar. Ja, dan gun je hem dit natuurlijk helemaal niet. Buis naar Messaoud. Messaoud komt met een indraaiende voorzet. Oh, prachtige reactie van Paul Epping. Was ook zeer noodzakelijk. Komt die bal, wordt weer doorgekopt. Dan is die Pauw daar. En daar valt de 0-1 doelpuntenmaker Vermeulen. Er komen nu twee redelijk zware potten aan. Barendrecht uit, Katwijk thuis. Pittig, Heidi. Je kent ze die ploeg, hè? Ja, klopt. Barendrecht uit is altijd lastig. Maar Katwijk thuis is een heel mooie wedstrijd. Het is ook een ploeg volgens mij die lekker wil voetballen. En weer een uitdaging voor ons als club zijnde en als team zijnde. Zeker. Wanneer is het voor jou een mooie zaterdag? Goed voetballen en 3 punten. Camara kijkt. Echt inderdaad heel vroeg druk zetten. Het is super duidelijk dat ze weten waar DVS eventueel. En een penalty. Paul Epping staat klaar. Hij schiet en in de uiterste benedenhoek. Heiko Epen, met een bal tussendoor, die past ook niet. En daar schiet de commodeur op 2-0. Kan die bal bezit houden? Nee, dan gaat Katwijk er weer vandoor. Past deze bal? Ja, deze bal past. En dan komt het 3-0. De nummer 29 houdt balbezit daar. Gaat zijn man voorbij. En nee toch, een 4-0 die valt. Dit is een ongelooflijk slecht begin van DVS.
Mike Aris kan de bal oppakken. Maurice de Ruiter kan daar 1-op-1 komen met de keeper. En die schiet de 1-4 binnen. Maurice de Ruiter in de 35e minuut doet de DVS wat terug. In de persoon van Maurice de Ruiter op aangeven van Mike Arends. 1-4. Robert Suzan. En die schiet hem in de hoek. Katwijk komt op een 5-1 voorsprong. Goeie actie daar van die Mengerink weer. Gaat het strafschopgebied binnen. Robert Suzan kan gaan schieten. En daar valt de 1-6. Marciano Mengerink. Maurice, in eerste instantie gefeliciteerd met je eerste doelpunt in de topklasse. Dankjewel. Heb je een beetje genoten van deze wedstrijd? Nee, totaal niet. DVS TV-kijkers, een nieuw item door de week. Even een gesprekje met de trainer. Of we dat volhouden, weten we niet. Hangt natuurlijk een beetje van de sfeer af. Maar het was natuurlijk een hele grote teleurstelling afgelopen zaterdag, Roeland. Ja, want je weet, in ieder geval weet je dat je zo lang mogelijk in de wedstrijd moet blijven om een goed resultaat te halen in de topklasse. Roeland, ik ben hier donderdagavond. Ik kom hier regelmatig. Hè, dan ga ik een beetje zo sluipen en kijken naar allerlei trainingen van jou. En het viel me op dat ze lekker gretig waren donderdagavond. Is dat een voorspelt dat wat? Ik zie niet heel veel verschil, moet ik eerlijk zeggen. Dat kun je misschien van buitenaf wat beter zien. Maar goed, er is gewoon prima getraind donderdag. Dus dat. Dat zag er goed uit. We hebben getraind op met name wat we vandaag kunnen verwachten. En ja, dat zag er donderdag wel goed uit. Dus afwachten op de uitvoering. Roald de Vries. Maurice de Ruiter, keurig. Mooi overstapje. Keurige voetbal hier. Roald de Vries kan daar de bal geven aan Kai Velda. Kai Velda gaat schieten. En die schiet hem fantastisch binnen. 1-0. DVS 33 in de derde minuut. Een fantastische goal van Kai Velda. Kai Velda. Geeft de bal mee aan Mike Arends, komt die voorzet. Dan kan die nummer 3 goed tussen zijn, maar daar gaat de 2-0. Die nummer 2 gaat in de fout. Maurice de Ruiter is er als de kippen bij en kan de 2-1 maken. Prima beweging weer van Pinacci, die een prachtige partij voetbal speelt. Heel goed. Oh, en daar, Edmund Meijneer, dat moet hij niet doen. Wat zou hij daarvan balen als hier een doelpunt uit voortkomt? En daar heb je weer die Barrenas! Een prachtige actie, Paul Epping. Mag DVS 33 heel dankbaar zijn, deze Paul Epping. Zo'n pakje punten voor je ploeg. Oh, prachtige aanval aan de linkerkant, Roald de Vries. Roald de Vries ziet daar Ali Akla staan. Ali Akla! Ja! Ali Akla in één keer die bal op de plof. Heel erg mooi. Wat een schitterende aanval van DVS. Over de linkerkant, Roald de Vries die daar de bal prachtig voorzet op Ali Akla. En Ali Akla die hem in één keer op de plof neemt. Wat een begin van deze tweede helft. Jouw spel kenmerkte zich vanmiddag weer op het middenveld door ongelooflijk veel energie. Een bak energie wat jij kan brengen. En dat is toch wel heerlijk om naar te kijken. Waar haal je die energie vandaan? Ja, ik moet het meer van mijn energie hebben met van de strijd. Maar voor de rest vond ik het naar de stand toe. Staan we nog steeds bovenaan. We staan achtste. Nou, dan sta je op de eerste plek in onze competitie. Nou, en DVS komt eraan. Excelsior Maassluis heeft gewonnen. Stedoke heeft gewonnen. Dus ja, onze competitie, als ik het zo mag zeggen tegen de andere trainer, wordt gewoon bijzonder interessant. En nou ja, we staan nog bovenaan. Dus wat dat betreft gaan we hard werken om de kampioenschap in het rechterrijtje binnen te halen. Nou, ik zou je nog sterker vertellen. Ik heb al gezegd, als ik 30 ben, stop ik mijn voetbal. Maar ja, het is bijna 6 jaar later. Ongelooflijk. En je ziet er beter uit dan ooit. Dank je. Je ziet er echt gewoon zo afgetraind uit. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Nog geen seizoen zo. Nee, dat klopt. De vakantie heb ik goed doorgetraind. Topklasse. Dat is, speel je toch wel razend snelle mensen. Daar tegenover staat ook dat het allemaal sneller gaat. En ja... ik wou ook fit zijn, ja, voor de topklasse. Dus. Kijk, ik ben altijd zo ongelooflijk benieuwd hoe de sfeer in de kleedkamer is voor zo'n wedstrijd. Maar heb jij het idee dat de sfeer in de kleedkamer nu iets anders is dan anders, of niet?
Nou, ik weet het niet. Ik kan eigenlijk alleen maar oordelen over de sfeer van mijn teams in de kleedkamer. En dat is volgens mij altijd gewoon ontspannen. De muziek staat lekker aan. Roald is aan het dansen. En een paar anderen die zijn lekker ontspannen. Sommigen die zijn helemaal op zichzelf. Die zijn heel erg geconcentreerd en gefocust. Kijk, iedereen moet dat zelf beleven, zo'n wedstrijd. En ik ga er ook niet als een gek daartussendoor springen. Ik laat ze lekker met rust. Hun kunnen ze lekker in alle rust voorbereiden op de wedstrijd. En iedereen doet dat verschillend. Komt die bal daar. Hoog voor. Maar weggekopt door Roald de Vries. Ali Akla. Die daar met een sneltrein twaartig vandoor gaat met de bal. En dan heel hard door moeten gaan. En wat gaat daar gebeuren? Ja! Die bal die gaat erin! Het is niet te geloven! Jongen! Ali Akla die daar helemaal doorging. En via de voet van die verdediger. En wanhopig lopend achter die bal aan. Om te proberen dat foutje goed te maken. Gaat die bal er toch nog in? Het was Makiso Dila die deze score voor zijn rekening neemt. 1-0 in het voordeel van Davius 33. Joren van Zanten zit daar goed voor zijn man. Gaat ook door. Geeft de bal aan Maurice de Ruiter. Schiet op de bal. Fantastisch binnen. Maurice de Ruiter. Wat een doelpunt. In de 39e minuut. Hij krijgt de bal terug van Joren van Zanten. En hij kijkt en prikt hem bij de tweede paal binnen. Fantastisch. DVS op een 2-0 voorsprong. Na 39 minuten voetballen tegen IJsselmeervogels. 44 minuten gevoetbald. Gaat Mike Arends daar vandoor. Een hele mooie actie kan daar geven aan Ali Akla. Die gaat de 3-0 noteren. 1 minuut voor de rust. Komt DVS op een 3-0 voorsprong. Een hele mooie assist van Mike Arends op de vrijstaande Ali Akla. En die kan voor een leeg doel intikken. 3-0 DVS. Ingooi voor IJsselmeervogels. De aanvoerder. Gooit hem in de richting van Benson. Daar zit Edmund Meijner goed tussen. Mike Arends. Joren van Zanten. Er geweest stevig ingaan van die spelers van IJsselmeervogels. Oh, heerlijk Mike Arends. Wat doe je dat mooi. Zo doe je dat. Goed verdedigend werk van Basil Camara. Oh, er moet wel even iemand naar die bal toe. Joren van Zanten stapt daar heel goed in. Speelt de bal iets te ver voor hem uit. Nee, hij mag mee aanvallen. Joren van Zanten, goede bal. Oh, dat past net niet. Kan Mike Arends nog bij die bal? Ja hoor! 4-0 voor DVS 33. Doelpuntenmaker Mike Arends in de 22e minuut van de tweede helft. Na een prachtige aanval. Opgezet mede door Joren van Zanten. Komt de bal bij Mike Arends. En Mike Arends maakt de 4-0. Voor DVS. Nou, is het een kwestie van Frans resetten de boel bij IJsselmeervogels, hè? Dat klopt, ja. En daar dan begin je dan maandag weer mee. En ja, dat zit in de kopjes. En je moet zorgen dat het zo snel mogelijk uit die kopjes is. En dat is een heel kwijt, maar daar gaan we ons uiterste best voor doen. Maar het valt mij het hele seizoen al op dat je veel constanter bent dan verleden jaar. Vind je dat zelf ook? Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Niveau, tegenstanders, meer concentratie, vecht het ook, maar dat is voor mij ook nodig. Als dan ga ik misschien weer één keer speel ik een acht, andere keer een zes. Dat moet gewoon constante lijn blijven. Ja, precies, ja. Het is altijd moeilijk, hè. De mensen die jou beoordelen, die hebben er altijd een bepaalde manier van denken over je, die ze maar niet kwijtraken. Maar dat moet nu toch langzaam zeker in die topklasse kwijtgeraakt worden, vind je? Ja. Ik hoor wel veel mensen die wat positiever zijn inderdaad, maar ja, dat nonchalant, flegmatieke, dat hoor ik nog steeds en dat blijf ik houden, zo'n voetballer ben ik. Maar het is wel minder geworden omdat ik ook constant te voetbal en belangrijk ben. Ja, dan moet ik eens even weer denken, want we laatst hadden we het over motivatie. Hè? En vaak heb je ook van die trainers die heel erg gemotiveerd langs de kant staan en de boel een beetje opjutten. Ja, daar heb je ook nog wel eens vaak dat het overslaat op spelers. Daarin zie je ook nog wel eens dat daar vaak wat meer kaarten komen bij dat soort teams. En ja, we zijn wel slecht begonnen, want volgens mij hadden we in het begin al een paar kaarten. Hè? En een rooie van Mike erbij die niet terecht was. Maar uiteindelijk denk ik nee, dat wij gewoon heel gedisciplineerd spelen. En gewoon vanuit hun taken ons ding goed doen. En dat levert geen tot weinig kaart op. En is er altijd een deel van het publiek, dat is altijd wat aan de kritische kant van jou. En dat denkt van, ja, echt, dit jong dat doet niet helemaal 100% zijn best. En daar hoor je nog wel eens wat van, of niet?
Ja, dat ik keek laatst ook weekjournaal met Roald, die heeft hetzelfde. Omdat wij nogal nonchalant overkomen, flegmatiek, ja, dan... En de mensen zien graag hardwerkende jongens, opgestroopte mouwen. En dan heb ik het ook nog wel vaak koud, dus heb ik handschoenen aan. Ja, dat werkt allemaal niet mee. Vanmiddag, dames en heren, jongens en meisjes, DVS TV-kijkers, de topper, mag ik rustig zeggen, tegen HHC. Het is echt de topper. Ja, wat jij wil, Piet. Ja. Mike Arends, goed lopende combinatie daar bij DVS. Yassin Koert, en daar, wie komt daar? Ja! Wat is dat? Beslissing! Het is een penalty! Wat een opwinding! Maurice de Ruiter staat daar achter de bal. Zou de keeper weten hoe hij dat doet? De keeper probeert daar nog eventjes te intimideren. Loopt even naar de bal. Maurice de Ruiter. Kijken of dat hem beïnvloed heeft. Komt die aanloop? Komt het schot? En hij scoort! Ja, ja! DVS 33 komt hier na 2 minuten spelen. Op een 1-0 voorsprong. Maurice de Ruiter. Op de bekende manier van hem. Komt die vrije trap. Scherp daar voor de goal. Ja, oh, prachtige goal van Joran van Zanten. Kopt de bal. Broert de bal en kopt de bal in de verre hoek. In de 14e minuut komt DVS op een 2-3. Achterstand nog wel, maar een mooie goal van Joran van Zanten. Uit de vrije trap van Mike Arends. Maar wat jullie daarna konden opbrengen, hè, met 3-2 terugkomen in eerste instantie natuurlijk uit een corner. Was die van jou of van Kai? Die was van mij, die corner. Die kopte, nee, was vrije trap volgens mij. Wat? Die vrije trap, bedoel je? Ja, het was een vrije trap. Ja, 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 vrije trap. En ja, dat was eigenlijk iets te laag, maar Joran kwam bij de eerste paal en die kopte nog goed in. Dus, Ik vraag mij af, hoe word je nou keeperstrainer? Bij toeval. Is Scheveningen een aansprekende tegenstander voor de spelers van de basis, zeg maar? Nou, weet ik niet, maar dat maakt mij in principe ook niet uit. Ik vind, je moet gewoon respect hebben voor je tegenstander en voor deze club. En voor de rest is het gewoon zo van, ze staan boven ons en wij hebben de kans vandaag om er overheen te gaan. Dus laat het maar eerst maar eens zien, zou ik zeggen, voordat je daar allerlei dingen over gaat zeggen. Wat niet nodig is. En nou, volgens mij spelen ze toch al een tijdje topklasse. Dus we moeten gewoon vandaag voor eigen publiek moeten we dat gewoon goed uitspelen. En nu DVS snel eruit. Ali Akla, prachtig. Op volle snelheid. Ali Akla, samen met nog een paar. Hij paast hem op Kai Velda. Kai Velda! Schitterend doelpunt, Kai Velda! Dat kan niet! En Ali Akla, die weet dat je zo'n balletje eventjes in de voet van Kai Velda moet plaatsen. En die neemt die bal zo ongelooflijk mooi op de wreef. Een schitterend doelpunt van DVS 33. Mike Arends. Lange mensen mee naar voren. Achterin is daar Basil Camara. En die kopt de 2-0 binnen. Ik zei het al, meegegaan van achteren naar voren. Zo komt DVS in de 39e minuut op een 2-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Basil Camara. En paast hem op Ali Akla. Ali Akla die daar weer in sneltreinvaart de richting van het strafschopgebied gaat. In het strafschopgebied Ali Akla. Hij geeft hem mee. En wie is dat? Mike Arends! Mike Arends scoort! Ja, ja! Wat een prachtige combinatie! Kai Velda! Kai Velda die hem zo subtiel op Mike Arends tikt. Een prachtig uitgespeeld doelpunt. Natuurlijk door die schitterende loopactie van Ali Akla. Die komt het strafschopgebied in. Paast hem op Kai Velda. En Kai Velda heel subtiel meegeven aan Mike Arends. Wat een schitterend uitgespeeld doelpunt. Yassin Koert. Via David van de Groep komt de bal bij Hairi Pinashi. Hairi Pinashi kan hij de bal geven aan Ali Akla. Ali Akla kan aannemen. Geen buitenspel. Gaat door. En gaat... Ja, daar komt hij. De 4-2. Ali Akla. Op een randje van buitenspel. Bal gegeven door Hairi Pinashi. Gaat twee man voorbij. Gaat de keeper voorbij. En kan de bal simpel intikken. 4-2 voorsprong voor DVS 33. En ik denk dat deze wedstrijd nu is beslist. Hoorndijk. Goed verdedigd daardoor Basil Camara. David van de Groep. Ali Akla.
Ali Akla, mooie bal daar op David van de Groep. Die kan de wedstrijd gaan beslissen. Gaat de keeper voorbij. Gaat de 16 meter binnen. En maakt het fantastisch af. David van de Groep. Op aangeven van Ali Akla. In de extra tijd van de tweede helft. Komt DVS op een fantastische voorsprong van 5-3. Doelpunten maken, David van de Groep. Hij kan, hè? Kom op, hè? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ik denk dat we als DVS zijn een heel mooi jaar hebben gehad. Kijk er stiekem een beetje vooruit. We gaan lekker handhaven in de topklasse. En misschien gaan we nog wel hele rare dingen doen. Dat betekent ook dat wij heel erg dankbaar zijn aan alle supporters van DVS. Die ons elke week toch weer steunen. Mensen die de half Nederland afreizen om er toch bij te zijn. En natuurlijk de businessclubleden en iedereen die dit mogelijk maakt. Want je mag trots zijn op wat je hebt, DVS. Kijkers van DVS-TV, allereerst allen een bijzonder goed jaar gewenst. Sportief, gelukkig en heel erg gezond namens DVS-TV. Naast mij zit een voor DVS-33, Ermelo, wel een heel bekend figuur. En die werd ongeveer in de jaren 50 lid van DVS. Wanneer was dat precies? Joop Bakker, u herkent hem. Ja, nou, ik werd lid ergens halverwege de 50 jaar, Piet. Toen voetbalde DVS nog bij Jan Amstra. En daar had het 2,5 veld. En op dat kleine veldje speelden wij met de pupillen. En daar ben ik begonnen als keeper. Als keeper? Als keeper, maar ik ben er gauw mee opgehouden. Want er zaten nog geen netten achter de doelen. En achter het doel, daar was een brede sloot. En ik lag meer die ballen uit die sloot te graaien. En toen we met 23-0 van VVOG verloren, toen heb ik gezegd, ik ga niet meer keeper. Hé, die tijden die zijn voorgoed veranderd. 23-0 van VVOG, dat komt nauwelijks voor. Andersom misschien. Ja, nu wel. We zijn natuurlijk een stuk beter nu. Dat, ze kunnen niet aan ons tippen eigenlijk. De eerstvolgende thuiswedstrijd en verleden jaar, die thuiswedstrijd, dat was tegen SVZW. Het was een legendarische pot, sneeuw allemaal weggeruimd. Maar het is hier heerlijk zacht in Ermelo. Fantastisch voetbal weer. En deze thuiswedstrijd gaat tegen Barendrecht voorwaar. Een pittig tegenstander. Die heb ik ook gezien trouwens, die tegen Wierden vorig jaar. Ja, met die laatste minuut, Mike Ares. Ja. Want volgens mij werd er nergens in Nederland gevoetbald. Alleen hier, dus er ging iedereen niet meer heen. Maar dat was een mooie wedstrijd, ja. Corner Mike Arends. Mike Arends, komt die bal. Bal blijft er hangen. Bal komt op de hand van een verdediger van Barendrecht. Komt die penalty. Maurice de Ruiter schiet hem keurig binnen. Hij dacht niet aan vorige week. En maakt hier de 1-1. In de 35e minuut komt DVS op een verdiende 1-1. Wedstrijden die gewonnen worden op incidenteel succes en de mensen daar conclusies aan verbinden, daar gaan mensen meestal fout. Want er kwamen mensen van DVS, wat trouwens netjes was, na afloop geven ze hun hand. En die zeiden van ja, wij winnen van Rijnsburgse Boys en Rijnsburgse Boys wint van jullie en wij verliezen van jullie. Ik zeg ja, maar dan houdt daar ook wel de wetenschap op. Ja. Ik heb toevallig 24e wordt weer geld gestort door DVS. Dus ik heb een paar tips gevraagd aan Hoek, wat ik kan aanschaffen. Hij heeft mijn mooie winterjas op de Wehkamp-site laten zien. Dus. Dat is toch wel hartstikke mooi. Ja, dus die ga ik dan bestellen, denk ik. Roland, ik heb vanmiddag van de week naar het weekjournaal gekeken. En daar had je het over doorbreken en stunten. Wat kunnen we vanmiddag verwachten van jouw ploeg? Ja, kijk, ik bedoel daarmee dat wij dus tegen die hele goede ploegen, dat wij, dat wij gewoon echt een topdag moeten hebben, willen we daar punten tegen halen. En nou ja, goed, eigenlijk denk ik dat het wel eens een keer ervan moet komen.
Dus we hebben ons weer heel goed voorbereid. Maar goed, ja, je bent van zoveel factoren afhankelijk. Maar ja, we proberen toch weer tegen deze zeer goede ploeg vandaag een goed resultaat te halen. Goed daartussen van David van de Groep. Mooie actie van Basil Camara. Gaat mee naar voren. Geeft de bal aan Ali Akla. Die kan vertrekken. Nog geen aansluiting. Kijken wat Ali gaat doen. Ali Akla gaat de 16 meter binnen. Gaat schieten. En schiet daar net naast. Wat een mooie actie. Na de bal van Basil Camara. Kai Velder kan die bal hier achterin oppakken. Geeft de bal aan David van de Groep. David van de Groep. Kai Velder. Gooit die bal in de 16 meter. Achterin is dan Mike Arends. En daar pakt de keeper die bal. Of gaat die bal gewoon naast? Ali Akla. Mooie actie daar. Robert de Vries. Ali Akla. Kai Velda, mooi gevoeld. Kan hij gaan schieten? Schiet hij daar net over de goal van keeper Hogedoren. Grot. Opnieuw in balbezit daar. Ari Pinashi. Oh, die bal weer teruggelegd. Daardoor goede actie daar. Goed keeperswerk van Paul Epping, zeg. Op die inzet van die nummer 6. Bot. Opnieuw houdt hij DVS absoluut in de race voor minimaal een punt. Het kantelpunt in deze wedstrijd, waar zag je dat? Nee, ik vond niet dat er echt een kantelpunt was. Want ook dat ik vond dat wij in de tweede helft wat betere kansen kregen, hou je toch elke keer je hart vast. Omdat ik vind dat DVS met een Akla, met een Velda, met een Arends een paar keer gewoon heel gevaarlijk eruit kan komen. En dan weet je dat ze de kwaliteit hebben dat ze dat ook een keer kunnen afstraffen. Daarom ben ik blij met deze wedstrijd dan uiteindelijk de nul hebben gehouden. Ik ben zeker niet ontevreden, nee. Nee, vorige week 0-0. Heel blij mee. Ja. Het was een kapitale pot, hè? Ja, maar hard gewerkt met die groepen. En, ze hadden het goed staan met elkaar. Dus ik denk ook wel terechte punten vorige week. En afgelopen zaterdag 3 punten tegen een ploeg die eigenlijk gewoon heel compact probeert te spelen. En in een degradatiegevaar is. Dus ik denk dat er niet zo heel veel ploegen daar gewoon even 3 punten weg gaan halen, hoor. Dus ik al met al, kijk, we hebben misschien geen grootste wedstrijd gespeeld. Maar al met al, het gaat even om de punten in deze fase. En ik denk dat het toch een hele knappe prestatie is. Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. De TC heeft het me niet erg aantrekkelijk gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Ja, vind ik toch jammer. Super naar mijn zin. Hier ook bij de club. Geweldig hoe het gaat. En ja, dan. Ze zitten toch op een ander type spits te wachten. Oh, zonde. Want je bent natuurlijk een geboren teamplayer. Ik ben wat dat betreft, dat steek ik niet onder stoelen of banken, Christian. In mijn commentaar ook heb ik het steeds over teamplayer. Ja, je zult het toch met z'n allen moeten doen. Ja, nu goed kijken. De ene die kan wat beter voetballen. De andere die moet wat meer, wat harder werken. Meer energie erin stoppen. En inderdaad. Ja, wat ik zo prachtig vind is dat je de laatste wedstrijden, heb ik het idee, dat je echt ook punten pakt voor de ploeg. Dat is wel de hoofdtaak van een keeper. Ja, zeker. Ja, ik voel ook het vertrouwen van iedereen. Van de supporters, van de trainer, van de spelers. Ja, en dat voelt gewoon goed. En je straalt het ook uit. Ja, ja. Ja, nee, gaat lekker. Dus ja. Ik voel me altijd heel, heel vertrouwd als er een bal voorkomt. En dan denk ik, nou, die is altijd voor pijl. Ja, ik denk dat ik daar ook beter in geworden ben. In de hoge ballen goed te inschatten. En wat dacht je van de korte, felle reflexen? Waarbij je ook nog een keer naar de grond toe moet. Ja, zeker. Dat is allemaal. Ik heb gewoon goede stappen gemaakt dit seizoen. Ja. Trainingswerk van Aatje Foppen. Ja, absoluut. Daar heeft hij groot aandeel in. Ja. Ik weet wat voor dier jij zou willen zijn als je een dier was. Herhaal dat nog eens even. Laat maar zitten, jongen. Laat maar zitten. Daar zou de tegenstander behoorlijk veel last van kunnen krijgen. Dus wel, dat zou wel een wapen zijn. Ja, ik denk dan niet dat het wapen van vandaag is. Oké, laat hem maar verder niet over voetballen. Ik wens je namens DVS TV heel veel succes vanmiddag met je jongens. Joran van Zanten. Mike Arends, mooie lichaamsbeweging. Christian van den Kamp, Kai Velda. Mike Arends krijgt die bal terug. Moet gaan scoren. En dat doet hij! Prachtige aanval van DVS 33. Zo komt DVS in de 30ste minuut van deze wedstrijd op een 1-1 gelijkspel. Doelpuntenmaker op aangeven van Kai Velda, Mike Arends. Ali Akla.
Zo, die gaat scheidsrechter geen voordeel. Roald de Vries. Roald de Vries wordt daar neergelegd. En dat is een strafschop. Komt die penalty? Mike Arends, die wordt gepareerd door keeper Strijker. Mike Arends, prachtige balbehandeling. Eén verdediger weet hij te passeren, de tweede net niet. Alen de Boer. Oh, wie is dat? Mike Arends, die kan hem hebben. Gele. Rode kaart. Dit is zwaar overdreven, scheidsrechter. Jongen, jongen, dit is niet te geloven. Beweging is er bij Kai Velda, maar ook bij Christian van der Kamp. Ja, toch op inzet. Weet hij die bal te behouden. Mooie paas Ali Akla. Heel mooi meegegeven naar bal! Wat een schitterend doelpunt! Wat een prachtig hakje van Yassinkoer, dacht ik, op Kai Velda. En dan komt hij daar weer met zijn handelsmerk. Met een werkelijk schitterend schot in de rechterbovenhoek. Prachtig, prachtig, prachtig. Volkomen verdiend voor DVS. Jongen, weten ze het toch nog te fixen. En dan zie je ook weer in de tweede helft. Ja, in mijn beleving gaat Mike gewoon vol voor de bal. En raakt volgens mij de bal ook nog. Ja, zo'n scheidsrechter trekt dan weer rood. Nou ja, ik mag al hopen dat het nou eens een keer een echte rode kaart was. Dat ik er hartstikke naast zit. Want laten we niet vergeten, we hebben al 3 rode kaarten gehad. En 2 zijn er gewoon vrijgesproken. Dat er gewoon niks aan de hand was. Maar dat betekent wel dat we ook 2 schorsingen hebben gehad al. Dus ik vind dat we iedere keer gigantisch benadeeld worden. En ik hoop het niet voor Mike natuurlijk. Maar ik hoop het eens een keer dat het misschien wel een keer zo is. Want dan, volgens de cameraman staat het er redelijk duidelijk op. Ja, nou ja, laten we maar zien. Maar goed. Ja, maar ik denk aan de andere kant ook dat GVVV toch wel in de loop van de competitie gegroeid is. Ten opzichte van die eerste wedstrijd die we tegen ze speelden. De 3-3 in Veenendaal. Ja, dat denk ik ook. Kijk, hun zijn gewoon bezig met een hele goede serie. Kai Velda met de corner. Dan komt die bal bij de eerste paal en die wordt ingekopt door Ali Akla. Bij de eerste paal uit de corner van Kai Velda komt DVS op een verdiende 1-0 voorsprong. Na 33 minuten voetballen. Komt die vrije trap. Schiet hem in de handen. Keeper laat hem los. Basil Camara staat bij de tweede paal en scoort de 2-1. DVS komt op een 2-1 voorsprong. Ali Akla neemt de corner snel op Mike Arends. Mike Arends geeft de bal terug aan Ali Akla. Gaat daar liggen en de scheidsrechter geeft een penalty. De duw wordt bestraft door de verdediger. En zo gaat Adnane eraf. Die ontvangt zijn 2e gele kaart. Dus rood. Komt zijn aanloop. Maurice de Ruiter. Keurig ingeschoten. Zo zet hij vlak voor tijd DVS 33 op een 3-1 voorsprong tegen GVVV. Zo zit deze wedstrijd nu op slot. Ja, nou, en nou gaat David van de Groep er nog een keer vandoor. En dat is dan. En wat gaat Ali Akla doen? Die gaat hier de 4-1 aantekenen. En zo wordt het natuurlijk een heerlijke stand. Ja, in eerste instantie Jansen nog prima kunnen redden. Maar Ali Akla hier toch wel weer de man of the match. Die hier de nummer 4 aantekent. 4-1 overwinning. Volkomen terechte 4-1 overwinning voor DVS 33. Ik zei net tegen Ali Akla, kwam ik net naar hem toe. Ja, weet je, als ik tegen hem zou spelen, dan zou ik hem 1 keer goed aanpakken. Weet je, en niet 20 keer half. Weet je, en dat werd er gebeurd. En ja, weet je, maar weet je, dat is allemaal achteraf praten. Alleen, ja, we moeten hiervan leren. En nogmaals, we moeten nou ook niet ondersteboven raken. Want we hebben het van een ploeg verloren. Ja, die vandaag beter was dan ons. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. 5 wedstrijden, Roland. Dan heb je je groep helemaal gezond. Dat is een compliment aan de staf. Dat is ook een compliment aan de medische begeleiding. Fantastisch, Roland. Ja, fantastisch. Het is zeker belangrijk in de laatste periode dat je echt speelt om de prijzen. Of dat nou een handhaving is of voor die 7e plek. In dit geval de 7e plek, hè. Want ik denk dat we zo goed als veilig zijn. Mike Arends.
Maar Garen ziet daar Kai Velda vertrekken en die kopt daar de bal heel mooi over keeper Stijnman. Wat een subtiele bal van Mike Arends op Kai Velda. Geen buitenspel en maakt fantastisch de 1-0. Nee, ik wou zeggen dat zij dat voetballend goed doen. En ik vind eigenlijk met de manier waarop ze spelen ook de spelopvatting dat DVS te laag staat voor op de ranglijst. Nou, als er één opwindende pot was geweest... is geweest, dan was dat die eerste zaterdag in augustus in Maassluis, Roeland. Ja, dat was het zeker, ja. Nou, zou dit misschien het kantelmoment worden in de wedstrijd? Komt hij hoog? En, oh, bal op de lat, gekopt door Joran van Zanten. Zonde. Basil Camara. Christian van den Kamp. Bal stuitend door, komt bij Maurice Terruiter. Maurice Terruiter komt 1-1 met de keeper. Schiet tegen het hoofd van de keeper. Mike Arends. Joran van Zanten. Goeie voorzet daar. Komt hij op het hoofd van Christian van den Kamp? Nee, daar achterin is... daar schiet Maurice Terruiter op de lat. Bal stuit het door. Opnieuw een mogelijkheid voor Maurice Terruiter om op gelijke hoogte te komen hier. Naast mij Joran van Zanten van DVS 33. En hij heeft al vaker hier voor de microfoon gestaan. Ik weet dat ik altijd op hem kan rekenen. Ook na een verliespot, Joran. Vertel je verhaal van deze wedstrijd. Oeh, ja, het is nogal wat. Eerst zelf speelden we niet goed. Ik denk, ze hadden de organisatie heel goed staan. Kwam amper doorheen. En niet dat zij heel gevaarlijk werden elke keer. Ze voetbalden ook niet heel erg via het middenveld. Ze zochten snel de lange bal. Sterke spits. Dat is hun kracht. Dus deze is slim. En dan hebben ze eerst helft 1-2 kansjes gehad. Uit die cornerbal scoren ze dan 1-0. Ja, en dan komen ze in hun spelletje. En dat is zonde. Roeland. Denk je dat de spelers het nog een keer of twee kunnen opbrengen, terwijl het om des keizers baard gaat? Zeker weten. Mooie tegenstander, mooi weer. Aantal spelers die denk ik met een grote staat van dienst hier de club gaan verlaten. En het allerbelangrijkste is wat ik ook in de bespreking heb gezegd, is dat wij ook het publiek gewoon willen bedanken voor dit seizoen. Dus daarvoor moeten ze het alleen al doen. Kai Velda, Joran van Zanten. Je ziet Ronald Hoek. Maurice Terruiter. Ali Akla. Ali Akla is Draganovic kwijt. Gaat de 16 meter binnen. Heeft Maurice Terruiter naast hem. Schiet hem keurig binnen. Wat een fantastische aanval. Zo komt DVS in de derde minuut van de tweede helft op een verdiende 1-0 voorsprong. Doelpunten maken Maurice Terruiter op aangeven van Ali Akla. Het moet mij neer. Keurige beweging. Kai Velda. Maurice Terruiter. Mooie bal daarop. Ali Akla komt 1-1 met Sanders. Gaat de 16 meter binnen. Gaat hem heel mooi voorbij. Oh, wat een fantastische goal van Ali Akla. Eerst stuurt hij die verdediger het bos in. Daarna de keeper. Komt DVS 33 via Ali Akla op een 2-0 voorsprong hier. Met werkelijk een fantastisch doelpunt wat Ali Akla hier maakt. En daar gaat het gebeuren voor de allerlaatste keer hier bij DVS 33. Gaat hij van het hoofdveld af. Okan Soykan. Hij krijgt een ovationeel applaus. Geweldig moment. Okan Soykan, 9 seizoenen van levensgroot belang geweest voor DVS 33. En het publiek weet dat te waarderen. Paul Epping. Even een vraag aan de volgende persoon. Roald de Vries. Kai Velda. Maurice de Ruiter. Aan de linkerkant. Paast hem op Ali Akla. Zeer goed gezien. Weer terug. Maurice. Maurice naar David van der Groep. En wat een ongelofelijk mooi doelpunt. Uit die schitterende voorzet van Maurice de Ruiter. David van der Groep. In één keer op de plof. 3-0. Wat een heerlijke invalbeurt van David van der Groep. Zo moet je afscheid nemen van het DVS-publiek. Wat een schitterend doelpunt. Ronald Hoek. Voor de laatste keer. Davelend applaus vanaf de tribune. Ronald Hoek, hij wordt vervangen door Jaasten Koert. Bedankt terecht zijn publiek
waar hij jarenlang voor gevoetbald heeft. Yasin Koert. Yasin Koert. Op avontuur. Mike Arends. Ali Akla. Kai Velda gaat schieten. En schiet de 4-0 binnen. Na nou, daadwerkelijk fantastisch veldspel van DVS. Komt de bal uiteindelijk bij Kai Velda terecht. En die noteert de 4-0 vanmiddag hier tegen Spakenburg. Zo trakteert DVS zijn publiek op een fantastisch seizoen. En ronden ze deze laatste thuiswedstrijd ook fantastisch af. Hierbij wil ik alle DVS'ers bedanken voor de 4 mooie seizoenen die ik hier heb mogen meemaken. Bedankt allemaal. Nou, ik wil ook iedereen hierbij bedanken voor 9 seizoenen DVS. Met name de sporters, de bestuur, technische commissie, businessclub. Ik wil iedereen bedanken, DVS TV en de harde kern. Met name de familie Koopman wil ik allemaal bedanken. Dus ik wil ook niemand vergeten. Iedereen bedankt voor die mooie 9 jaren met 2 promoties. En ik wens DVS voor volgend jaar heel veel succes in de topklasse. Via deze weg bedankt voor de fantastische 7 jaren. Mijn teamgenoten bedankt van dit jaar. Teamgenoten van de afgelopen 6 jaar bedankt. En de vereniging bedankt voor alle mooie dingen die ze voor mij hebben gedaan. Bedankt. Nou, beste supporters, alle mensen van de club van DVS. Ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor het mooie seizoen. En wie weet zien we elkaar ook nog eens terug in de toekomst. Bij deze wil ik alle DVS mensen van vrijwilligers tot supporters tot bestuur allemaal bedanken voor deze mooie jaren bij DVS. En we zien elkaar hopelijk in de toekomst snel terug en misschien volgend jaar al. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren die ik hier heb gehad. Ik heb hier een mooie tijd gehad en ik wens iedereen hier een warm hart toe. En hopelijk tot snel. Bedankt. Ja, ik ben relatief kort actief geweest voor DVS. In de winterstop aangesloten door het faillissement van mijn vorige vereniging VVA. Nog een kampioenschap hier met de tweede helft ook mee mogen maken. DVS, een mooie vereniging afgelopen half jaar. Organisatorisch alles hier prima geregeld. Goede faciliteiten. Maar bovenal denk ik veel mensen die de club een warm hart toedragen. Dat is mooi om te zien. Daar heb ik veel respect voor. Iedereen bedankt, veel succes en ik zal de club zeker blijven volgen. Hoi. Ja, via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fantastische tijd die ik hier heb gehad. Ik heb hier 10 jaar gespeeld en ik ben me wel van bewust dat ik heel veel vrienden en fijne mensen ga verlaten hier. En verder wil ik clubsupporters en alles daaromheen gewoon heel erg bedanken voor deze tijd. En heel veel succes en plezier toe wensen. Ik wil als eerst iedereen bedanken, alle DVS'ers, vrijwilligers, betaalde mensen natuurlijk, iedereen. Wil ik bedanken voor een paar hele mooie jaren hier bij DVS. Er zijn veel positieve gevoelens die naar boven komen als ik aan de tijd terugdenk. En dat blijft me altijd bij en dat zou ik ook zeker nooit vergeten. Ik zou zeggen tegen de rest, blijf de club trouw en volgend jaar gaan we er weer tegenaan. De jongens die blijven natuurlijk, hè. Ja, ik ben al weg. En, we gaan ervoor. Bedankt. Ik wil graag de supporters en iedereen die met mij gewerkt heeft binnen de club bedanken. En ik heb een hele mooie tijd hier gehad, veel geleerd. En ik hoop ooit nog terug te komen.